Ik ben Casper Beek. Ik ben de commandant van het 131 Squadron. Wat heb ik hiervoor gedaan? Ik heb uiteindelijk in het ver verleden een jachtvliegachtergrond. Dus ik heb F-16 gevlogen met operationele uitzendingen daarbij. En ik heb uiteindelijk ook op de kustwacht vliegtuig heb ik gevlogen. Van daaruit ben ik nog instructeur geworden op de T-38 in Shepard Air Force Base. En uiteindelijk ben ik hier terechtgekomen als commandant. Ja, de vervanging van de PC-7. We zijn voornemens om de PC-7, die inmiddels al ruim 35 jaar dienst doet, sinds 1988, uiteindelijk te gaan vervangen. Ja, die komt richting het einde van zijn levensduur. En we zijn voornemens om nieuwe lestoestellen aan te schaffen. Ja, daar zijn we nu nog druk mee bezig in de onderzoeksfase, welke types dat worden. En op dit moment hebben we nog geen duidelijke keuze welke dat wordt. Datum richting 26 proberen wij onze toestellen in de lucht te hebben. Ja, dat kan je opgeven. Echter, dat betekent niet heel veel anders dan dat dat een voorkeur blijft. Met name als je nu kiest voor het MQ-9 traject, dat is dan ook je voorkeur. En zal dat ook het toestel zijn waar je uiteindelijk voor opgeleid wordt. Maar voor alle andere toestellen kan je alleen een voorkeur uitgeven. En die voorkeur wordt zeker meegenomen ook in de selectie. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat het niet iets anders kan worden. Het moeilijkste van de opleiding vond ik toch het vlieggedeelte zelf waar we nu zijn. Daarin komt eigenlijk alles wat we de afgelopen jaren aan training gehad hebben samen. De moeilijkheid van veel dingen tegelijk moeten doen. En daarnaast praten met de mensen om je heen, in de gaten houden waar allemaal mensen om je heen zich in het luchtruim bevinden. En tegelijkertijd ook het vliegen van de kist. En al die taken worden eigenlijk tegelijk op je bordje gegooid en moet je een soort van als balletje in de lucht houden. Nou, dat is iets wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Dus zeker die eerste keer wanneer je voor het eerst in die PC-7 plaats neemt, dan je hebt al zo vaak geoefend in een proceduretrainer. Er wordt gewoon verwacht dat jij de volledige kist zelf opstart. Ja, dus daar begint het al. Nou, dan ga je take-off en dan krijg je voor het eerst de controles in je handen en dan is het gewoon prachtig. Het is steeds wel veel, maar het is wel prachtig. Ja, ik heb me eigenlijk niet echt voorbereid op de selectie. Ik had ook niet het idee dat je daar echt voor kon voorbereiden. Behalve om daar goed uitgerust en zonder stress aan te komen. Dus als je van heel ver weg moet komen, boek dan lekker een hotel in de buurt bijvoorbeeld. En zorg niet dat je 's ochtends 3 uur in de file moet staan, want dat helpt niet mee. Dus goed slapen en verder niet te veel erover nadenken. Mijn selectie, ik heb mij al in 2015 aangemeld, in april. En ik heb dan nog de oude selectie gedaan. Het duurde in totaal meer dan een jaar. Ja, en hoe heb ik me voorbereid? Wij hadden destijds nog het geluk dat als je verder dan een kilometer van het CML afwoonde, dat je mocht slapen in het Contact de Continente, het hotel daar vlakbij. Dus nou ja, daar gewoon vroeg aankomen, zorgen dat je uitgerust bent. En in die tijd moest je ook nog vluchten voorbereiden. Dus zorgen dat die er gewoon heel goed in zaten. Ik wil even nergens vliegen. Bij mij staat Chinook toch echt ver bovenaan. De defensienota staat nu dat er meer geld vrij komt en beschikbaar voor defensie, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Ja, we kunnen gaan groeien. Met name natuurlijk op het operationele deel kunnen we nu gaan groeien. We kunnen meer toestellen aankopen. Maar dat betekent natuurlijk ook dividend dat we dus ook meer opleidingscapaciteit moeten vrijmaken. Dus ja, daar plukken wij dan in principe de vruchten van. En het is een mooie beweging om te zien dat we nu kunnen gaan investeren in onze opleidingscapaciteit. Ja, toekomstplannen ten behoeve van elektronische leermiddelen. Ja, bijvoorbeeld wat ik zelf ook meegemaakt heb in Shepard Air Force Base. Daar vliegen ze al eigenlijk met virtual reality brillen. Dus daar zitten eigenlijk al studenten wel met nog een trottel en een stick in hun handen. Maar wel met een virtual reality bril die dus zeg maar een cockpit helemaal weergeeft. Kunnen ze eigenlijk al vliegen. Waar je normaal een volledige simulator voor nodig hebt, kan je dus nu eigenlijk al met een stoel en een stick en een trottel en zo'n bril, kan je dat al trainen. Daar zit heel veel meerwaarde in, omdat je met een lagere capaciteit, hè, dus niet een volledige simulator, al wel een hele gesimuleerde vlucht kan gaan vliegen. Wat het natuurlijk heel interessant maakt. Dus de mensen zien al vaak het plaatje en dan kunnen ze het later in het vliegtuig nog een keer goed repeteren. Ja, hoe kan je het beste voorbereiden voor de selectie? Nou, ik zeg altijd, een gewone, gezonde Hollandse jongen en meid kunnen die selectie gewoon halen. Dus zorg dat je in ieder geval uitgerust daarin gaat.
Niet al te veel voorbereiden, want je weet toch niet wat je kan verwachten. Maar zorg gewoon dat je er uitgerust naartoe gaat. Ik denk dat dat de belangrijkste tip is. Ja, mijn laatste boodschap aan de kijker is, als je vlieger wil worden bij de Koninklijke Luchtmacht, zijn wij in ieder geval klaar om jullie die opleiding te kunnen faciliteren. Dus mocht je nog twijfels hebben, gewoon doen.